ik ben al ingegaan, ik ben al ingegaan, al in. 43.000 in de pot. Oh, man, dat gaat mee. Karel! Hey! Hey, je bent er weer, pik. Man, dan denk je godverdomme gewoon even op pad te gaan en dan leg je in één keer verkopen voor de deur. Wow, je bent weer met mij opstappen. Nee, dat neem ik. Doe de deur dicht. Double E-Mac. We breken de deur open. Braka, boys. Dat ken ik. Hoi, hey. Ja, hij begrijpt hem ook. Ja, wie is dit nou weer? Maar in ieder geval, jij hebt het natuurlijk niet meer bewust meegemaakt. Maar motorbende kwam ons helpen, man. De wie? Ja, heel lang verhaal. Ik had eerst beef met de motorbende. Samen met Monier. Maar nu zijn we ondertussen bevriend geworden met hem. Monier Kevin? Nee, Monier Springkant. Kevin, toch was het? Zo'n blauwe grote Kevin. Oh, nee. Monier de Toy. Monier de Springkant. Ja, jij kan het ook niet lekker uitspreken, zo te horen. Monier de Springkant. Ja, Monier de Springkant. Ja, maar dat klinkt niet. Jij vindt Monier de Kevin beter? Toy. Oh, ik pak alleen maar boetes. Dit gaat goed met jou. Nee, dat gaat maar niet goed. Maar die motoclub dus. Ja. Daar je beef mee en meneer de Sprink aan. Of ja, die was zelfs gestoken door hun. Maar nu is alles weer goed tussen ons. Dus jou niet motor. Nou, we zitten niet motor wenden dan. Ja, ik ga even. Ik weet nooit de locatie, maar ik ga even die IJs weer bellen. We zijn al een motor. Yo, IJs. Ik heb meneer. Ik heb Karel opgehaald vanuit het ziekenhuis, man. Ah, hoe gaat het met die ouwe? Ja, gaat wel lekker, man. Ja, onkruid vergaat niet, hè? Nee, man. Maar waar ben jij? Ik ben op een club. Oh, shit. Kan je mijn locatie sturen? Ja, als ik langs mag komen met Karel, die gozer die op de grond zag liggen. Kom maar. Ja, toch? Ik heb de locatie gehad, hè. We gaan lekker naar motorclubpie. Naar het motorclubpie? Nou, dan gaan we. Ik ben benieuwd wat er bij het motorclubpie is. Oké. Karel, kan je me één ding beloven? Nou. Het zijn geen makkelijke jongens. Weet toch, probeer ze. Ja, ik doe het ook, maar ik doe het omdat ik altijd zenuwachtig word ervan. Maar probeer ze niet te beledigen op Karel's manier, alsjeblieft. Gewoon rustig blijven. Dat beloof ik. Ja, toch? Ja, dat ga ik doen. 100%. Oké. Hey, Peter Piet, je bent niet alleen kaal, maar ook nog schel. Moet je kijken hoe je inparkeert. Ja, man, dat is gewoon goed, joh. Ja, dat is gewoon goed. Je parkeert hem even drie. Je weet het, hè. Ik heb wel gelijk, we zien wie geen rijbewijs hier. Oh. Kijk eens uit. Hey, trouwens, Karel. Dit is IJs. IJs, dit is... Hey, Karel. Hallo, IJs. Karel, even aan de kant, Karel. Oh, god. Mij noemen ze Turk. Oké, Jojo, de grafloos juist van de Yildrees of dat niet? Ja, Yildrees juist. Heerlijk. Nee, Yildrees. Aangenaam, ouwe. IJs, even een vraag, ja? Ja, bro. Oké, kan ik even persoonlijk spreken? Ja, dat kan. Oké. Nou, mag ik jullie ook even persoonlijk spreken? Ja, dat kan. Hey, IJs, even een vraagje, hè? Kijk. Weet je, ik had natuurlijk eerst een schuld openstaan. Dat hebben we afgelost doordat ik straks mee ga doen met jullie overval. Yes. Stel je voor, hè, theoretisch gezien, hypothetisch. Stel je voor, ik zou een 2 ton nu hebben gewonnen in een casino. Dan hoef ik niet in principe niet echt iets af te betalen, toch? Stel je voor, hè? Nee, want wat wij gaan doen is, met de overval die we hebben gepland, zullen we de buit voor onszelf houden. Oh, daar krijg ik helemaal niks van. Nee. Oh, ijs, man. Maar, luister, bro. Ja. Krijgen wel street credits, bro. Dus mannen gaan je wel willen inhuren voor een volgende job. Als het goed gaat. Oké, ja, dat komt en goed. Wie weet, en als die tory goed gaat, zit er ook een diepe toekomst voor jou. Oké, dan nog een vraagje. Theoretisch gezien, hypothetisch gezien, hè. Stel je voor, ik zou nu ongeveer 568 euro hebben. Hypothetisch gezien. Ja. Wat voor auto zou ik dan, zeg maar, daar mee moeten kopen? Wat zoek je? Zoek je gewoon iets om snel weg te komen? Of zoek je iets om off-road te gaan? Zoek je iets om een beetje classy te rijden? Nee, wel, hij moet wel snelheid hebben. Ik moet een beetje weg kunnen komen. Maar als jij zegt van, joh, er is een auto van 200.000 en ik zou 14.000 kunnen bijpassen. Je hebt toch hypothetisch gezien, hè? Hypothetisch. Je hebt lef, hè? Oh, man. IJs, man, ik word bang van je, man. 200.000. Je kan wel bepaalde auto's halen voor 200.000. Er is eentje. Is een AMG. Oeh, AMG. Ja, die is ook ongeveer rond de 200 ton, man. En die pakt hem ongeveer bijna 300 of zo. Oh, dat is wel dik.
Dan kan je daarmee mee vluchten voor de politie. Ja man, maar die kan geen kenteken af als ik het goed heb. Maar dat maakt niet zoveel uit. Die heeft geen kenteken? Die kan de kenteken er niet vanaf. Die zit er echt vast. Die zit echt vast. Oh. Zijn er ook auto's zonder vaste kenteken? Ja man, sommige auto's kun je de kenteken eraf halen. Zoals die RS6 2020, RS6 2016. Oh ja, dan haal ik die wel. Die 2020. Hoe duur is die? Ja, die is 444k. Oh, ik krijg gewoon pijn in mijn rug ervan. Stok ook nog. Bro, stok in mijn kont. Wat dacht je daarvan? wat is... Ja, bro, die dingen zijn prijzig hier, man. Bro. Ja, man. Als je een goede waggie wil, broer, en nog fully tuned, dan ben je hem dik gewoon 900 tot een milli kwijt. Nee, dat is niet normaal. Hey, ga trouwens, laten we even kijken wat Karel aan het doen is, want hij kan zomaar problemen maken, man. Hey, Karel. Hey, Peter Piet. Bro, gedraag je een beetje, of? Ik vind het hartstikke leuke jongens, ze blijven maar om me lachen, dus ik denk dat het goed is. Ja, doet het prima. Oké. Je valt goed in de smaak. Ja, zeker. Net bokka. Hey, ouwe. Hey. Jij ziet er wel uit alsof je trek hebt in een sigaartje en een biertje. Doe maar nou Capone en een Amstel. Ja, toch? Hey, Peter, trouwens, heb je ons... Heb je een van mijn mannen uit Amerika ontmoet? Nee. Yo, Zambi, dit is Peter Piet. Hey, wat Peter. Yo, what is your name? Ja, ik ben Zambi. Zambi Kambi. So you are from, you from America? Ja man, ik... Hij staat achter je, Peter. Oh, waar is die? Hier met die dress. Waar ben je nou? Tegen de lul. Hier zo. Oh, ja, weet ik wel. Hij heeft zo'n doekie voor zijn mel. He said you got a bandana in front of your mouth. He can barely hear you. Oh shit. Yes, I like... No, I don't want to say I like lips. I like to see lip movement. So I can... fuck it. No problem. Yo, fuck it. My English is not so good. Zambi, nice to meet you. My name is Karel. Nice I'm from Rotterdam in the Netherlands. You know the rest of the video? Of the what? That's a video of Remco. He's from Rotterdam from the Netherlands. And he fucks you and then you fuck him. What? What? What the fuck? No, that video, yeah. We Dutch people are a little bit crazy. We have like a little hormone that comes in our head and it talks to us and it says to us that we are a bitje gek. Ja, precies. Oh, Zombie knows that, bro. Weet je wat dit man doet denken? Aan de film Bumblebee. Oh, nee, nou niet beginnen. Wat die zou in ons huis doen, Karel? Yo, Karel. Hoezo? Dat is positief. Bumblebee is van Transformers. Dat is die hele gele. Ik heb veranderen in een Mustang. Heb je Peter weer daar gezien, joh? Waar heb ik Peter gezien? In de casino. Zag hem daar weer. Ja. Jullie doen alsof ik ook verslaafd ben. Kom op, man. Wat is dit? Maar Peter, kom op. Ik kom niet vaak bij de casino, hè. Maar als ik daar kom, dan zie ik je. Maar ik heb daar laatst wel 2 ton geslagen. Oh, nee. Hypothetisch gezien. Je staat wel eens nog geld geven. Ik heb IJssel al gesproken hierover. Wie is voor de deur? Ja, niet voor als je geen grap, we kunnen wel even een potje pokeren. Is iemand voor de deur? Moet ik hem mappen? Pokeren? We kunnen pokeren met z'n allen, ja. Je lult. Ja man, je kan pokeren, maat. Kan je geld inzetten? Ja man, waarom laten we Peter dat niet zien? Want ik weet niet, dat is wel pokeren. Beter dan die gaar roulette wat je doet, man. Kom, laten we pokeren. Wow, ik ben pokerkoning. Ja, kom dan. Ga je geld afpakken? Wie staat er? Wie is er geld? Wow, oké, laat maar. Ik heb geen geld trouwens. Gaan we met Waggy? Of gaan we met Motro? Ja, toch? Ik denk dat we met auto's moeten gaan, maar anders gaan we... Kunnen we niet onderweg iemand beroven? Als je actie wil, moet je zeggen, maar dan moeten we omkleden, pik. Hé, Karel. Ja. Wil jij, gaan we pokeren of gaan we... Gaan we even... Oh, ik heb nog steeds... Christus, hey, rustig al, hè. Ik, Niet op mijn mic, alsjeblieft. Ik heb nog steeds trauma's. Gaan we actie doen of gaan we pokeren? Actie, ja, dat is aan jou, pik. Kunnen we het combineren? Nee, je kan niet pokeren combineren. Kunnen we wel rondrijden, maar ik ga je... Dat moet je ook weten. Kijk, die poker shit daar is gewoon green zone, snap je? Je kan niet iemand met pokeren bijvoorbeeld, je hebt verloren en die man hebt al die cash van jou op zak, kan je hem niet gaan roven, dat kan niet. Nee, man. Maar we kunnen wel even pokeren gewoon zonder actie en daarna gewoon... Ja, zeker. Hoeveel kan je die Brabus halen? Fully gaat hij nu ongeveer voor 6 ton. En je verkoopt hem niet hypothetisch gezien voor 186k? Nee man, maar hypothetisch gezien is hij ook niet van mij, man. Ik ga even de auto parkeren. Zo, dit is wel een dikke auto, man. Nee, dit is prof, hè. En deze verkoop je toevallig ook niet voor 186.000, hypothetisch gezien. Weet je wat deze waard is? Hoeveel? Is, 6 milliwatt. Wow, man, neef. Ja, man. Is dit de Arcana? Ja, man. Ah, is wel dik.
Hey, trouwens, voor hoeveel kan je een echte sniper kopen? Sniper kan niet, wordt niet meer verkocht, man. Oh, er wordt er gezegd dat er maar één in de stad is. Zo, dan moeten we die getten van iemand, man. Hoeveel gaan jullie pinnen? Ik ga 50 halen, man. Ik heb 40. 50, jongens, ik heb maar. Ik heb, hypothetisch gezien kan ik maar 5k. Bro, die moet niet zo verliezen, jij, wat? Weet je wat, luister. Karel en Peter krijgen van mij bij de 10k te spelen. Oh, 10k. Peter. Yo. Ga nog staan, bro. Ik heb je 10k. Ik heb allebei 10k. Oh, 25. Jongens, luister, dan kunnen we niet beter gewoon naar casino gaan nu? Als je kan pokeren, dan kan je nog meer maken nu. En die hoef ik hypothetisch gezien niet terug te betalen. Pokeren is ook lekker een beetje. Dus wat jullie doen is. D-spier slash jointable. Wat een kringspier, wat zeg je? Ja, man. Oh, jongens, ik ga niet liegen, ik heb goede kaarten. Dat wil je niet zeggen. Dat weet ik, maar het kan ook zijn dat ik bluff, hè. Peter Piet is echt... Oh, ik heb zulke goede kaarten. Ik zal maar oppassen. Hey, let op, ik heb geraced, hè. Dus let op, als je koud nu, ga je mee met mijn race. Oh, wat een bluffer dit, jongen. Ja, dat wat een bluffer. Nou, ik gooi mijn kaarten eruit. Pot van 10k. Ja, we gaan checken. Lekker. Hey, iemand komt niet nu met een overdreven ding, man, bro. Ik wil een keertje leuk. Gewoon op dit checken. Of zet maar. Je weet toch, Karel, als je wil. Ik daag jou uit. Ik heb toevallig een queen. Peter gaat hem racen. Hé, als nu niemand meegaat. Als nu niemand van jullie meegaat. Maar eerlijk? Nee. Misschien is het volledig. Ik ben een bluffer, ik ben casino. Ik ga al mee. Oh, de. Mannen, de. Ja, je gaat zien, Peter. Hey, je gaat zien, Peter. Oh, de. Oh, ik ben al ingegaan. Ik ben al ingegaan. Al in. 43.000 in de pot. Oh, mannen, gaan mee. Boys, ik zit ondertussen op het 63k. Ik weet niet, man. Ik weet het toch. Gaan we nog door? Niet vergeten die monitor door te tellen, want ik heb dat een keertje bij je gezien. Dat geld geworden, je liep de cash op je. Ja, nee. Die man gaat gewoon dood zonder te eten met 30k op zak. Net ja, no. Man, eet niet. Nee, dat was de oude Peter. Deze nieuwe Peter is smart, je weet toch? Ze noemen me ook wel als Apple. Smartwatch, bro. Pas op. Moet ik hypothetisch gezien het geld wat ik net heb gekregen, Ga ik afstaan? Ja, zeker. Ja, toch? Oh, de. Welkom op, man. Dus die 150k boete ook nog, hè? Wat? Nee. Die is stabiel. Dit is een bluff, man. Ik weet, dit is... Nee, man. Jij hebt een goede hand. Joesoe. Hé, als je al... Stel je voor, je hebt een 8 en een 9. Dan heb je dubbel per, toch? Ja, ja, doe per, ja. 48k in de pot. Oh, jongens. 48k in de pot. Waar gaat het heen, hè? Alsjeblieft, laten we gewoon... Wat? Karel, 45... Nee! Oh, kom op, man. Dit is... Oh, bro. Nee! Oh, ik heb 92.000, jongens. Kom maar, gaan weg. Ik dacht dat ik verloren had. Oh, jongens, ik snap er niks meer van. Ik ben deze dagen rijk, man. Wat zou je met een hypothetische 280k kunnen kopen? Nu kan je wel een pakketje kopen. Oh. Een mooie auto of een... Over een mooi huis, daar heb ik eigenlijk weinig aan. Ik slaap nu gewoon in een krot, dat vind ik goed genoeg. En jullie hoeven zeker weten niks terug van het geleende geld net? Nee? Dank je. Aye, thanks, man. Boys, laat me oprecht jullie geleende geld net even teruggeven, man. Nee, man. Nee, we hebben geleende geld. We hebben zat. Als jullie toevallig gezat hebben, als ik nog 8k erbij heb, heb ik net 100.000. Hier. Ik krijg van mij nog een 10k, hier. Oh, money staat op de bank, man. Ik ben... Jongens, ik ben... Oh, wat is hier aan de hand? Moet iemand klappen krijgen? Nee. Oh, oké. Oh, de... Wie zei dat? Hey. Met die helm? Kan jij nog een beetje boksen? Kan ik boksen? Ja, er is een bokshal hier. Wat dan, Peter Piet? Nou, misschien kan je tegen een van deze mannen vechten. Ja, en wat krijg ik ervoor? Nou, je kan geld inzetten. Peter Piet, ga jij alles vechten? Zeg 20k op die kale kop van jou.
Ik zit 20k op Turk. Oké, kom, we gaan naar de box.